Door de hoge kosten in de samenleving hebben steeds meer mensen moeite om financieel rond te komen. In de gemeente Zoeterwouden zijn meerdere regelingen waarbij deze mensen een steuntje in de rug kunnen krijgen. Om deze regelingen extra onder de aandacht te brengen, is de gemeente een campagne gestart onder de naam Goed Geregeld Zoeterwouden. Goed Geregeld Zoeterwouden is een, uh, een actie die we op hebben gezet, omdat we merken dat, uh, dat mensen uh, problemen hebben om, uh, om rond te komen. En uh, gebruik kunnen maken van de diverse regelingen. En we, we zien gewoon dat mensen onvoldoende uh, de weg weten te vinden naar die regelingen. De actie bestaat uit een, uh, uit een aantal uh, uh, campagnes die we draaien. En dan uh, gaan we steeds de aandacht vestigen op een, uh, op een andere regeling die beschikbaar is. En uh, zo proberen we iedereen te bereiken die daar gebruik voor zou kunnen maken. De gemeente kent 14 regelingen. Om het overzichtelijker te maken, zijn deze verdeeld in drie categorieën. Hulp bij gestegen energiekosten. We hebben hulp bij schulden, heel erg actueel. En we hebben de overige minima-regelingen, waaronder het Jeugdfonds Sport en Cultuur, waar dan de kinderen vanuit de arme gezinnen gebruik van kunnen maken om gratis te kunnen sporten of uh, inderdaad culturele activiteiten te kunnen verrichten. Met de campagne roept de gemeente haar inwoners ook vooral op om gebruik te maken van de beschikbare regelingen. We hebben een landingspagina www.zoetenwaarde.nl. Goed geregeld. Uh, daar zien ze inderdaad alle regelingen, inderdaad onderdeeld in die verschillende categorieën. En die kan men gaan aanklikken en dan zie je alle informatie over hoe moet je hem aanvragen, wat is de hoogte van de bijdrage, wat voor vermogen mag je hebben, wat voor inkomen mag je hebben om in aanmerking te komen voor een van deze regelingen. De regelingen zijn vooral bedoeld voor mensen met een laag inkomen. Iedereen heeft het, het is zwaar, maar vooral de, de, de laagste inkomensgroepen die hebben het echt zwaar in, uh, in Zoetewoude. En daarvoor willen we graag de hulp aan de hand uh, bieden. En we kunnen natuurlijk niet het probleem oplossen, maar we kunnen wel de pijn verzachten. Om de campagne en dus vooral de veertien regelingen goed onder de aandacht te krijgen, gaat de gemeente ook naar de inwoners toe. We gaan naar de weekmarkt hier in Zoetewoude dorp. We gaan ook Rijndijk gaan we bezoeken. We hebben een bijeenkomst gepland met de KBO, met de cliëntenraad. Uh, maar we gaan ook flyers maken en die flyers gaan we uitdelen aan onze, noemen we verwijzers, uh, dat zijn de, de huisartsen, de scholen, uh, CEG, um, jeugdteams, zodat men precies weet welke regelingen we hebben. En middels die flyers proberen we ook inderdaad die informatie te verstrekken, zodat mensen ook gericht doorwezen kunnen worden naar ons toe. Vooralsnog kan de drempel om hulp te zoeken best hoog zijn. Daarom roept de gemeente ook op om naar elkaar om te kijken. We hebben de gewoonte in zoetwoud om naar elkaar om te kijken. En we roepen ook iedereen op die als ze iemand kennen die daarvoor in aanmerking zou kunnen komen. Om die ook aan te moedigen om gebruik te maken van de regelingen. Voor vragen of hulp bij de regelingen kan men contact opnemen met de gemeente.